Goedendag, welkom bij Landert in Beeld. Muzes bestaat 20 jaar. Reden voor een klein feestje. Wie ook een feestje viert, is Bart van de Roer. Hij treedt voor de vijfde keer op in Schaik. Nee, het is hartstikke leuk. Ik kom hier graag, want het is natuurlijk. Ik geef heel veel concerten overal en nergens. Maar het is toch wel heel leuk om dan aan te komen rijden 's ochtends en dan de kerktoren te zien staan. En dan weer terug te zijn waar je opgegroeid bent en dan een concert geven. Dat geeft iets speciaals. Ja. Probeer ze jou ook elke keer hier te krijgen van je bent oud Schaikenaar, dus wil je nog een keer bij ons optreden? Nou, daar hoeven ze niet zoveel moeite voor te doen. Want als ze vragen, dan kom ik graag. Muzes 20 jaar, je treedt zelf al heel lang op. In die tijd, welke ontwikkeling heb je nou zelf doorgemaakt? In grote lijnen zou je kunnen zeggen dat de eerste keer toen ik hier kwam, ik denk dat ik toen nog op het conservatorium zat, of misschien nog maar net zelfs. Dus dat ik een soort aanstormend talent was. En dat het voor mij ook heel spannend was om op te treden. En grote happening. En langzaam maar zeker door alle ervaring ben ik nu natuurlijk gewoon gewend aan concerten geven. En kan ik er misschien iets meer van genieten ook. Hoe gaat dat nou? Wanneer bedenk jij nou, wat ga ik nou deze keer eens ga ik spelen? dat ontstaat een beetje. Je bent natuurlijk altijd bezig met een aantal programma's in het seizoen. Want het is niet zo dat ieder concert totaal anders is. Hè. We moeten ook stukken gewoon vaker spelen om ze goed te krijgen. En je kijkt een beetje van, nou, wat is een geschikt moment om dat programma te doen. En wat we vandaag gaan doen hier, dat leek me heel prettig hier. Wat bepaalt dat dan? Heel simpel. De omstandigheden, maar ook een beetje het doel van het concert. Je hebt series in zalen waar bijvoorbeeld heel erg specifiek publiek op komt wat nieuwe muziek wil horen, bijvoorbeeld. Of heel specifiek een bepaalde serie of een bepaald thema heeft. En ik denk hier is het publiek wat in het dorp naar een mooi zondagochtendconcert wil. Een beetje lichte toets stel ik me dan voor en het weer zit daarvoor ook goed mee. Dus daar probeer je een beetje repertoire op af te stemmen. Dat je kijkt van nou, waar komen mensen nou op een prettige manier op de zondagochtend mee binnen? En gaan ze ook op een prettige manier weer de rest van de zondag in? Je geeft ook pianoles, las ik. Is er belangstelling bij jongeren ook voor piano? Ja hoor, volop. Ja, gelukkig wel. Ik geef in Rotterdam het conservatorium les. En ik moet zeggen dat het een vrij internationale school is. Dus ik denk 2/3 van mijn studenten zijn buitenlanders. Maar je merkt ook als we workshops geven, we hebben binnen ons festival wat we in Brabant organiseren, hebben we ook een hele grote afdeling educatie, waar we met mensen van muziekscholen samenwerken. En nou, daar zie je ontzettend veel enthousiasme. En gelukkig is dat er nog. Ik geef zelf les op een middelbare school. Er zijn er veel kinderen die piano spelen. Alleen vaak haken ze weer af. En dat vind ik dan altijd zo jammer. Ja, maar aan de andere kant denk ik, als ze maar dat moment even gehad hebben in die leeftijd, dan is er kans dat als ze dan wat ouder zijn, want dat zie je ook veel mensen in studentenleeftijd of net daarna, dat ze weer interesse krijgen en eigenlijk weer opnieuw daarmee bezig kunnen gaan. En als ze dat nooit gehad hebben op die jonge leeftijd, dan is het heel lastig om nog die interesse te winnen op latere leeftijd. Wanneer zat je zelf voor het eerst achter de piano? Nee, ik was 9. Ja. Waarom precies 9? Waarom? Nou, daar zit niet een leeftijd. De precieze reden was dat mijn ouders een piano kochten. En toen stond dat ding in huis en toen was ik 9. Dus er zit verder geen diepe gedachte achter. Nee. Dus als we nou een viool gekocht hadden? Ja, wie weet was ik dan nu hier met een pianist gekomen. En, had zomaar gekund, ik weet het niet. Ja. Ik wens je veel succes, ook bij dit jubileum voor jou, het vijfde keer. Dankjewel. Ik sta nu bij Janne Otte, de voorzitter van Muzes. 20 jaar geleden is begonnen. Kun je nou een keer zeggen van, waarom is het 20 jaar geleden begonnen?
Dat is eigenlijk begonnen doordat Marianne de Leur, die is 20 jaar geleden, heeft hij in Rol Duc bij een festival, muziekfestival, waar ook masterclasses gegeven werden, heeft ze een Roemeens kwartet gezien, het Transylvan Stringkwartet. En daar was ze zo van onder de indruk. En het was na de val van Ceausescu, die waren dus net over de grens. Voor die tijd waren ze nooit buiten de grens geweest. En zij vond dat ze een kans moesten hebben en zij ging voor hun als een soort impresario een tiental concerten organiseren in Nederland en België. En toen hebben zij hier ook opgetreden in Schaik, in de Phoenix. Daar kwam zo enorm veel bezoek op af dat zij zoiets had van nou, daar moet een podium voor zijn. Dus dat ga ik proberen te realiseren. En toen heeft ze onder andere Hans van Heert, die er nog steeds zit, die nu ook al 20 jaar hier is. En penningmeester is en van alles ook mede muzici uitzoekt. Die heeft ze benaderd. En toen is het balletje een beetje gaan rollen. En toen stond in 1992 het eerste concert hier op het podium in Schaik. En was Muzes een feit. En de Muzes was toen nog in muziek in Schaik. En nadat zij stopte, 15 jaar geleden, zijn er weer nieuwe bestuursleden gekomen met heel veel gedoe. Want het was echt heel moeilijk om iemand anders te krijgen. En omdat Francie Koning heette ze toen nog, uit Reek en ik uit Zeeland erin kwamen, hebben we gezegd, nou, laten we het breder trekken, Muzes Landert. En ook om het meer bekendheid te geven binnen de regio. En dat werpt dus echt wel zijn vruchten af. Dus ja. Gaan wij ook komende maandag gaan een stel mensen van ons naar Amsterdam, naar het Theater aan het IJ. En daar is de Dag van de Kamermuziek. En dat wordt eigenlijk nu sinds kort is dat, of sinds een aantal jaar onze visvijver waar wij de muzici uithalen. Dus daar worden, zien we prachtige voorstellingen en concerten. Op wat voor mensen richten jullie je nou eigenlijk? Nou, wij richten ons eigenlijk op iedereen. Want we hebben echt het idee van iedereen moet dit een keer. En daarom hebben we het ook breder getrokken. En wij hopen ook echt, en dat zie je ook langzamerhand, dat er gewoon mensen komen die zeggen, oh, klassieke muziek. Oh, nooit gedacht dat ik dat nou mooi zou vinden. Dus we vinden het heel leuk om juist een heel veelkleurigheid aan bezoekers te hebben. Dus wij richten ons toch wel niet op de klassieke muziekliefhebber in het algemeen, maar gewoon op iedereen in het bijzonder. Nou is het Muzes Landert. De mensen die nu hier binnen zitten, is dat ook voornamelijk Landert of gaat het verder? Dat gaat verder. Dus mensen uit Nisterode, Hees, ook wel mensen uit Eindhoven, Nijmegen. Vaak ook wel in de slipstream van de mensen die optreden hier. Dat ze zeggen, oh, is dat hier? Wat leuk. Komen is dat vaker. En nou, sinds we dan in Zeeland en Schaik ook optreden. Hè, in de Gaaf in Zeeland en in Schaik in Wapen van Reek. Merk je ook dat het wat verbreedt het publiek. Dus het is gewoon heel overal vandaan eigenlijk. Ja. Ik wens jullie vandaag veel succes, een mooie optreden en op naar de 25. Ja, inderdaad. Dat gaan we zeker doen. Bedankt. Aandacht vragen voor twee mensen die wij extra het zonnetje willen zetten. En dat moet echt. En dat is Hans van Heert, die vandaag ook 20 jaar bij Muzes is. En voor de vrouw die Muzes heeft voortgebracht, Marianne de Leur. Willen jullie even naar voren komen? Thank you.
belangrijk persoon tijdens het concert is de persoon die de bladzijden moet omslaan. En zeg ik dat goed, Arthur Boudens? Ja, Arthur Boudens, ja. Want als jij niet op tijd de bladzijden omslaat, dan gaat het helemaal fout. Dan gaat het helemaal fout, ja. De pianist zonder de bladzijden omslaan, dan kan de pianist niet verder spelen en dan wordt het lastig, ja. Betekent dat jij van begin tot het einde precies alle noten mee moet lezen? Nee, niet zozeer alle noten. Ik kijk per maat. En dan bij de laatste paar maten klikt de pianist, die knikt eventjes ja. En dan moet ik de bladzijde omslaan. Ja. En als je dan per ongeluk twee bladzijden omslaat, gauw weer terug, stokt het dan even? Nee, ik denk niet dat het dan even stokt. Want de pianist heeft het stuk natuurlijk heel vaak geoefend. Dus die weet al een beetje wat er gaat komen. Dus ik denk niet dat er zo'n heel groot probleem zou zijn. Okay. Maar hoe hebben ze jou weten te vinden? Via mijn pianodocent Jacques Evers. Hij had 15 leerlingen opgegeven en ik was de laatste. En niemand wou het doen of ze hadden iets anders. Mm. En ik dacht, kleine moeite, ik vind het wel leuk om een keertje te doen.